Ik heb hier nog een stuk van Henry Kissinger. Henry. Daar ben je altijd fan van, hè? Nou, ik was niet zo'n fan van Kissinger. Kissinger is een ontzettende boef. Maar ik ben wel een fan van zijn 100-jarigheid, zijn activiteiten. En ik vond dat Diplomacy een niet onaardig boek. Hmm. Eerlijk gezegd, joh, dat heb ik 30 jaar geleden gelezen of zo. Ik weet het ook niet precies meer. Hij werkt nu trouwens aan 2 nieuwe boeken. Eentje over kunstmatige intelligentie en de aard van allianties. Dat is natuurlijk ook wel weer slim, want hij heeft natuurlijk dat consultancybureautje. Dus dan kan hij weer allemaal advieswerk aan de man brengen. Maar nou, bureautje, ik denk dat het een megafirma is, eerlijk gezegd. Maar dit gaat nu over de confrontatie tussen de VS en China. Daar heeft hij een heel bericht over geschreven. Ja, dat is, vind ik nog steeds tot op de dag van vandaag een van de meest totaal overbodige en raadselachtige conflicten. Ga met elkaar om de tafel zitten. Dat moet toch te schikken zijn in dat de belangen van beide partijen redelijk gediend worden. Maar hij heeft nu gezegd in dat nieuwste stuk, hij is bezorgd, vertelt hij. Beide partijen hebben zichzelf ervan overtuigd dat de ander een strategisch gevaar vormt. We zijn op weg naar een confrontatie tussen grootmachten. Ja, nou ja, dat is ook wel dat boek van Allison natuurlijk. Over Thucydides Trap, zoals dat heet. Ik denk dat zo'n vaart op zichzelf niet zal lopen. Ik zie er niet direct een derde wereldoorlog in. Maar op zichzelf zegt Kissinger hier iets heel verstandigs, als dat de juiste formulering is. Ze hebben het beide zichzelf wijsgemaakt dat de wederpartij, dat die een ongekend existentieel gevaar is voor de eigen partij. Diezelfde lulkoek als van de Koude Oorlog. En ja, daar moet je enorm mee uitkijken dat je in die onzin zelf gaat geloven. In Amerika is dat een geloofsartikel en voor zover weten ook bij Xi Jinping. Die overigens nu natuurlijk een stuk minder luidruchtig piept omdat het bar slecht gaat met de Chinese economie. Ik dacht zelf bij mezelf, god, Xi is natuurlijk aan een niet erg correcte derde termijn begonnen. Ik denk, ik vraag me nu al af, gaat hij dat overleven? Ik bedoel, hij heeft nu al een aantal ongelooflijk stomme keuzes gedaan. Ja, maar goed, het hele politbureau zit vol met Xi Jinping-liefhebbers. Ik weet het niet, maar het gaat daar dus niet goed mee. Waarbij de hele wereldeconomie natuurlijk ook, die was ook een beetje afhankelijk geraakt van, niet waar, de Chinese groei. Dus we zullen zien hoe dat af gaat lopen. Maar wat Kissinger zegt lijkt mij voorkomen juist. En je moet enorm uitkijken dat je niet gevangen raakt in dit soort van ongelukkige profetieën. Ik stel maar citaat. Dan moet je dus dat boek lezen van die Thucydides Trap. Zal ik dat een keer bespreken dan? Interessant, zeker. Ja, dat boek al jaren geleden. Nou, ja, moet je het mooier maken dan het is. Dat boek al 2-3 jaar geleden. Dat zal ik doen. Ik ga ook nog... Mag ik nog een citaat voorlezen van wat hij zegt? Want dit gaat ook over de geschiedenis. Hij zegt, we bevinden ons in de klassieke situatie van voor de Eerste Wereldoorlog, waarin geen van beide partijen veel ruimte heeft voor politieke concessies en waarin elke verstoring van het evenwicht catastrofale gevolgen kan hebben. Ah, daar ben ik niet zo. Ik vind die vergelijking gratuit. Ik vind die situaties vol fundamenteel anders. De bewapeningssystemen zijn fundamenteel anders. De alliantiesystemen zijn fundamenteel anders. In feite zijn landen veel democratischer geworden in allerlei opzichten, zowel positief als negatief. Ik vind die vergelijkingen wel erg gemakkelijk. Ik heb al eens een keer eerder gezegd, hè, toen 2014, precies 100 jaar geleden, was het 1914, begin van het conflict, stonden ook allemaal van die wijsneuzige stukken in de krant dat wij ook in zo'n situatie verkeerden. Dat leek me volstrekt onzin, eerlijk gezegd. Niemand denkt dat een nieuwe oorlog dat positieve effecten zal hebben. In 1914 dacht men dat een oorlog positieve effecten zou kunnen hebben voor de eigen machtspositie. Iedereen begrijpt dat een grootschalig conflict tussen China en de Verenigde Staten een regelrechte planetaire ramp zou zijn. Hmm. Als je daaraan begint, dan ben je echt letterlijk niet goed snik. Ja. Dus ik zie dat ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Een van de aspecten waar hij ook naar gevraagd wordt, is dat China bezig zou zijn om de Chinese cultuur op te dringen aan de rest van de wereld. Ach, wat een wezenloze kletskoek. Dat is niet wat hij zegt. Hij wordt daarnaar gevraagd. En dan zegt hij, ik weet niet of dat zo is, maar ik geloof dat we zo'n situatie kunnen voorkomen door een combinatie van diplomatie en kracht te creëren. Nou, je hoeft helemaal niks moeilijks voor te doen. Je hebt Hollywood, die is al druk bezig om dat te doen. Maar het
vaak over gehad. Amerika heeft een immense soft power. Iedereen weet wie Lindsay Lohan is. Iedereen weet wie al die zangeressen zijn die aan de drank zijn. Nou, ik moet natuurlijk niet al te makkelijk generaliseren, maar goed. Het hele idee natuurlijk, als je ooit de Chinese opera hebt gezien, dan, dat is echt wennen geblazen. Dan moet je echt 5 jaar alleen maar Chinese opera's gaan bekijken. Wil je zeggen, oh wat leuk, een Chinese opera. Nee, kom op. De soft power van het Westen, in bredere zin, is enorm. Daar kunnen de Chinezen niet aan tippen. China heeft geen serieuze alliantiesystemen. Heeft wel wat akkoorden her en der. Maar geen serieuze. Denk eens aan de Verenigde Staten. Die heeft de NATO. Ze bouwen in de Pacific een alliantiesysteem. Niet waar? Met Australië, Japan. Nee, kom op. Het is, we moeten hier ook wel een beetje de werkelijkheid in het oog houden. En oppassen dat we onszelf niet wijsmaken dat China een ongekend gevaar is. En dan uiteindelijk moet je constateren, waarom zou China niet ook een recht hebben, niet waar, om een invloedrijke industriële natie te zijn? Er wonen 1,3 miljard mensen. Die worden wel elk jaar 1 miljoen minder, maar toch, dat is voorlopig nog meer dan wij. Ja, we zitten hier de hele dag over de Deelse politiek te lullen, die natuurlijk, die betreft in feite een vrij, op zichzelf normale provinciestad in China. Die heeft ongeveer evenveel inwoners als Nederland. Hij verwijst ook naar de ontmoeting van Richard Nixon in 1972 aan China. Ja, dat was pure propaganda natuurlijk. Dat was het door Kissinger zelf natuurlijk, verwijst hij daarna. Was dat voorgebakken. Hè? Met Mao, hè? Ja, omdat Kissinger was in Pakistan. En toen kreeg hij griep, zei men. Hij was niet meer, gedurende enige dagen was Kissinger onvindbaar als grieppatiënt. En ja, dan bleek hij dus naar Peking te zijn gevlogen in het diepste geheim en daar de eerste contacten te hebben gelegd. Dat was toen natuurlijk een geopolitieke daad van betekenis, omdat in feite het hele idee van de Amerikanen was om China uit te spelen tegen de Sovjet-Unie. Je hebt ook, de Sovjet-Unie heeft hele gekke voorstellen aan de Amerikanen gedaan. Kunnen we niet samen in één klap China uitschakelen, zo dat soort van ideeën. Als ik het me goed herinner. En wat was de gedachte daarachter? Dat je dan van een concurrent af was. En dat je gezamenlijk de wereld kon beheren. Een beetje een Helsinki-achtige constructie. En ja, met de opkomst van China natuurlijk, je voelt wel. En China heeft natuurlijk de Sovjet-Unie is verdwenen. Maar China heeft natuurlijk als ontwikkelingsmodel de Sovjet-Unie totaal overvleugeld. Wat is er nou over van de Sovjet-Unie, dat ongelukkige Rusland van vandaag, die maffiastaat, waar je uit de lucht geknald wordt als je iets hebt gedaan. Wat de Don, heet dat geloof ik, hè, bij de maffia, niet is bevallen. Nee, dus ik vind wel dat je op dit punt een zekere terughouding moet betrachten. Kissinger zegt ook... Was de Eerste Wereldoorlog onvermijdelijk? Absoluut niet. Naar mijn idee niet. Ja. En toen hebben we een hoge prijs betaald. Hij zegt ook, ik heb nog nooit een leider uit China ontmoet die iets goeds over Rusland heeft gezegd. Nee, dat is algemeen bekend en het omgekeerde was ook het geval. Ik begreep uit de verhalen dat Brezhnev niet zo fijn vond als roddelen over China. Waar rotzakken waren en zo. En ja, je had daar toch die grensrivier waar voortdurend kleine clashes waren. Weet je dat daar nou toch ook weer? Dat ben ik nou even kwijt. Dit zijn echte struikgewas van de Koude Oorlog is dit. Ja, daar stonden die Chinezen altijd met het rode boekje. Nou ja, de Chinezen. Kijk, jammer dat Mao zo oud is geworden, anders hadden ze eerder kunnen beginnen. Maar hoe verklaar je dan die toenadering nu tussen die twee landen? Nou, er is natuurlijk van serieuze toenadering eigenlijk geen sprake. Maar Rusland wil wel een soort van steun hebben. En je hebt natuurlijk dat kletsverhaal dat China eigenlijk, of dat er een soort Aziatisch model is, wat beter zou werken dan die rommelige democratieën die wij erop nahouden. Over zijn idee, naar mijn idee, wat op geld doet, wat met name heel populair was in Singapore, maar wat naar mijn idee ingrijpend onjuist is. Als de wereldgeschiedenis ons nou iets leert, dan zijn het dat die rommelige democratieën een stuk efficiënter zijn op de lange termijn. Niet volgende week. Volgende week kan een dictatuur zomaar besluiten om
weet ik veel, de minister van Financiën met een vliegtuig neer te laten storten. Dat kan. Maar dat kan bij ons natuurlijk niet. Nee. Maar op de lange termijn zijn democratieën altijd succesvoller. Althans, ja, tot op heden. Ja. Hij noemt ook Taiwan als voorbeeld. Hij zegt van Taiwan is een soort van testcase om te kijken naar die verhoudingen tussen Amerika aan de ene kant en China. Het idee is dat de Chinezen dan Taiwan gaan veroveren. En die hebben daar natuurlijk voortdurend vliegen ze. Dan doen ze dan een beetje het luchtruim schenden en zo. Ja, mij lijkt ook daar de kans. Je moet eens kijken waar de export van Taiwan heen gaat. En hoe die contact is. Ik geloof dat 70% van de Taiwanese export gaat naar het vasteland van China. Mm. Dat zijn twee. Allee, ja, Taiwan is het tenslotte naar overigens een hoop problemen. Dat hadden ze een heel vreemd parlement. Waar ze elkaar met enige regelmaat letterlijk op de bek sloegen. Maar tegenwoordig is het een keurige democratie. En ze hebben het voorbeeld van Hongkong gezien. Wat je overkomt als je door de Chinezen wordt ingelijfd. Namelijk dat je ook een onderdeel van de politiestaat wordt. Denk aan al die armen. De bewoners van Hongkong, die natuurlijk deels voor zover in staat zijn te vertrekken naar elders. Zo goed als Russen, die in staat zijn om dat te doen, vertrekken naar elders. Moet je altijd afvragen, waarom vertrekken mensen naar elders? Ook uit China heb ik begrepen, op vrij grote schaal. Omdat het klote landen zijn. Echt ongelooflijke klote landen. Omdat die heersers daar, of het nu Poetin is, of ook Xi wat mij betreft, schadelijk zijn voor het land wat ze besturen. Erdogan, hè? Met zijn malotige ideeën over de rentestand. In hoeverre is Xi dan schadelijk? Nou ja, dat hij de banden van de dictatuur enorm heeft aangetrokken. Wat voor heel veel mensen in China natuurlijk uiteindelijk toch onaangenaam was. Kijk, de deal in China was, zei men altijd, dat de partij zorgt voor snelle economische groei en alle voordelen daarbij horend. Een autootje, vakantie, snelle treinen, de hele zandekraam die ze daar uit de grond hebben getrokken op heel succesvolle wijze. En in ruil daarvoor is de partij dan de baas, de enige baas. Ja, maar dat betekent wel dat als een van beide partijen niet meedoet aan de deal, als de partij niet verder kan zorgen voor economische groei, dan zal dat denk ik wel frictie opleveren. Ja. En ik denk dat Xi slecht is voor de economische groei. Mm. Hij wil ook die staatsbedrijven weer een belangrijke positie geven. Nou, als we nou iets gemerkt hebben de afgelopen 30 jaar, die staatsbedrijven in China echt een min of meer hopeloos onderwerp zijn. Een hopeloos hoofdstuk. Ja. Kissinger heeft ook nog een korte passage over de oorlog in Oekraïne. Daarvan zegt hij, niet heel schokkend, dat moet zo snel mogelijk stoppen. En we moeten ervoor zorgen dat er niet een volgend conflict ontstaat. En Rusland moet eigenlijk de gebieden die ze in 2014 hebben veroverd zoveel mogelijk teruggeven. Ja, dat is zeker. Wie zou dat tegen kunnen zijn? Ik zou zeggen, niemand. Ben ik ook erg voor. Ja, de vraag is, Kissinger was er ook voor volgens mij om de Oekraïne meteen lid van de NATO te maken. Want dat is dan een opgestoken vinger natuurlijk naar Poetin. Want denk erom dat je met je fikker er vanaf blijft. A. Maar B, dat vond ik zelf een lollig voorstel. Dat we daarmee ook het militaire gewicht van de Oekraïne kunnen controleren. Want hij zei, ja, voordat je het een beetje het snotje hebt, is dat natuurlijk verreweg de, militair gesproken, verreweg de belangrijkste mogendheid in Europa. Namelijk een mogendheid die kan vechten, die geleerd heeft. Vechten moet je leren. Heel lang was het natuurlijk zo dat de Israeli Defense Force, de IDF, dat was verreweg het sterkste en beste leger ter wereld, omdat ze met enige regelmaat geoefend hadden. He? 48, 56, 67, nou, 73, gaan ze maar door. En dan kun je het. Dan kun je het echt. Of ze het nu nog zouden. Je verleert het, denk ik ook. Ik ga ook nog aandacht besteden, maar dat komt in de toekomst aan Duitsland. En waarom de Weermacht zo ongelooflijk effectief kon vechten. En wat we daarvan opgestoken hebben. Maar dit is voor de toekomstmuziek. Ja. Ja. Hij zegt ook nog van, we leven in een nieuwe wereld. Wat we ook doen, het kan altijd fout gaan. Wat jij eigenlijk ook hebt gezegd. Zo is het maar net, ja. We leven namelijk altijd weer in een nieuwe wereld. Hè? Ja. Morgen een nieuwe dag. Volgende week een nieuwe week. Ja. Weliswaar ben ik dan in Leipzig, Dresden en Erfurt. Maar goed, het is ook wel leuk om bijvoorbeeld in een iets groter land te zijn. Hè?
Ik werd ook bij al die politieke discussies in Nederland bevangen door het idee, jongen. Waar gaat het over? Ja, waar gaat dit over in dit kabouterland? Wat overigens hartstikke welvarend is. Vandaar dat het extra nuttig is om nu iets te doen aan bestaanszekerheid, niet waar? Het blijft gek dat je in een zo ongelooflijk welvarend land, hoef je dus maar aan een schroefje te draaien en dan hebben er 1 miljoen mensen in Nederland die dreigen honger te krijgen, kunnen de rekeningen niet meer betalen, dat je ook denkt, hoe kan dat nou? Wat hebben we nou verkeerd gedaan in de afgelopen kwart eeuw dat dat zo is?